Video is enorm breed en het kan best lastig zijn om een goede vorm te vinden voor jouw doel. Ik heb daarom 7 videoformats voor jou op een rijtje gezet. En we beginnen met kennis- of tipvideo's. Dit zijn korte filmpjes waarin mensen hun kennis of expertise op een bepaald gebied delen en laten zien. Het werkt met name goed op LinkedIn en kan ook goed werken op YouTube. En dan actualiteitsvideo's, waarin je inspeelt op actuele onderwerpen. Nou, dit kan natuurlijk iets zijn wat momenteel in het nieuws is, maar het kan ook iets zijn dat een bepaald thema of een bepaalde trend is dat momenteel speelt bij jouw doelgroep. En heb je wel eens gehoord van een Voxpop? Het staat voor Voice of the People. Het is eigenlijk heel simpel. Je stelt mensen dezelfde vraag en al die korte antwoordjes plak je dan achter elkaar in 1 videootje. Nou, dat kan je bij het bedrijf doen. Bijvoorbeeld, waar staat ons bedrijf voor? Maar je kan ook op straat mensen zo'n vraag stellen. Nou, doordat je de Voxpop op allerlei verschillende onderwerpen kunt toepassen, kun je het ook op allerlei verschillende platformen inzetten. En dan verder naar de behind the scenes video's. Nou, die kennen we allemaal denk ik wel. Laat zien wat er speelt achter de schermen. Wie er werken bij het bedrijf. Waar je momenteel mee bezighoudt. Dit soort filmpjes werken met name goed op Instagram stories uiteraard. Maar kunnen ook heel erg leuk zijn op LinkedIn. En dan verder met de 1-op-1 video. Ook dit is heel erg interessant. En iets wat ik telkens meer zie. Dus echt 1-op-1 filmpjes. Beantwoord bijvoorbeeld een vraag of laat iets even kort zien in een zelfgeschoten 1-op-1 video. En het belangrijkste bij deze 1-op-1 filmpjes is dat het persoonlijk is, dus dat het niet te gelikt is. Het moet echt zijn. Nou, dit werkt dus met name op platformen waar je al 1-op-1 contact hebt met iemand, bijvoorbeeld WhatsApp of via de e-mail, maar kan uiteraard ook op Instagram of Facebook. En dan de productvideo. Laat de eigenschappen van een product of een service zien. Dit is met name belangrijk tijdens het sluitproces. Bijvoorbeeld als je kijker al op je website is. Maar kan ook werken voor het converteerproces op social. Dus als mensen nog niet bekend zijn met jouw unieke product of service. En dan tot slot de zakelijke vlogs. Mensen die laten zien wat ze doen voor werk, wat voor kennis ze in huis hebben, hoe hun dag eruit ziet, met wie ze samenwerken. Ze nemen je mee in hun baan, hun expertise en hun dagelijkse bezigheden. Dit kan enorm goed werken op LinkedIn, erg voor de hand liggend natuurlijk, maar ook op Instagram en YouTube. Ik heb een overzicht gemaakt van nog meer verschillende videoformats en wanneer je ze in het koop- of besluitproces het beste kunt inzetten. Je vindt hem in het artikel die hoort bij deze video.